Hey, hallo en leuk dat je kijkt naar deze kerstvideo, deze kerstvlog hier op eerste kerstdag. Het is eerste kerstdag, 's avonds. En ik ben vandaag bij mijn zus geweest. Ik had de camera wel meegenomen, maar ik heb lekker niks gefilmd omdat ik lekker op visite was. En ja, ik was lekker op visite. Zo, er gaat het licht ineens kaart aan. Zo. Ik ben lekker voor visite geweest en ik heb lekker niks gefilmd. Ik had zoiets van, we hebben weer eens een keertje lekker gewoon de kerst vieren. Keertjes lekker zonder camera. Ik heb nog een hele leuke DVD gehad van de other Side of the Heart is White. Feyenoord DVD. Dat heb ik van mijn zus en mijn zwager gehad. Hartstikke bedankt. Hartstikke leuk en ja, het was wel weer even een keer leuk om weer in Vlissingen te zijn. Zo vaak ben ik er niet. We hebben lekker gegourmet en ja, ik heb het naar mijn zin gehad. Het was echt hartstikke leuk. En ik ga dadelijk, Grant even autoën. Ik ga om 8 uur wil ik starten, dus ik moet nog eens eventjes opschieten ook, want ik heb nog maar 10 minuten. Nou ja, dan wordt het een paar minuten over 8. Kan mij het schelen, want Ramon is er. Joost is er niet en Ramon is pas om 8:30, 9 uur pas. Dus ik heb nog even de tijd. Au, terwijl ik haast struikel en haast op mijn bek gaat. Ik ben nog helemaal vergeten. Ik heb het gordijn nog helemaal niet dicht gedaan. Die staat toch allemaal? Nee, Ramon zou om 9:30 zou die aanwezig zijn. Dus we gaan het wel zien. Ik ga in ieder geval starten, want ik wil de heist gaan spelen, de Doom Prepper of zo heet dat, wil ik gaan doen. Want dan kan ik die nieuwe tank kopen. Ik ben gisteren, je moet 6 dingen doen. 3 voorbereidingen en 3 heisten in GTA 5. En de 3 voorbereidingen heb ik gedaan. Ik kan nou alleen de 3 heisten, moet ik nu nog doen. En daar heb ik andere spelers voor nodig. Dus ik ga kijken of dat er mensen zijn die mij willen helpen met de heist. En dan gaan we lekker Grand Theft Auto dadelijk. Ik heb echt zin om vanavond lekker te spelen. Ik heb eigenlijk al de hele dag eigenlijk al zin om te spelen. Ik ben een beetje moe. Ging laat gisteren naar bed. En ik ben weer de andere dag moest ik weer vroeg uit om natuurlijk naar mijn zus en naar mijn zwager te gaan. Morgen is mijn zwager jarig. Nog gefeliciteerd Jan. Alvast voor morgen. En ik ga deze video even snel editen zo. En dan ga ik morgen nog wel kijken wat ik ga doen. Als het goed is zouden we morgen ook nog weggaan. En misschien neem ik dan wel de camera mee. Moet ik nog even kijken hoe ik dat doe. En ja, ik vanavond wil ik eigenlijk lekker een rustig avondje ervan maken. Of nou ja, een rustig avondje. Vanavond wil ik eigenlijk knallen. Knallen met GTA 5. Want ik wil de heisten spelen. Want dan speel je de goedkopere prijs. Je hebt een soort. Je hebt zeg maar 2 prijzen in GTA. De ene prijs is een. Iets duurdere prijs. En als je dan een paar heisten doet. Moet je een speciale heist moet je doen. Dan krijg je hem voor een miljoen goedkoper. En dat wil ik nou eigenlijk even gaan doen. Dus ik heb niet zoveel tijd. Even een korte vlog. Toch nog eventjes. Ik had er net dus natuurlijk al de vlog van dat alles weer goed was. Daar ben ik ook ontzettend blij mee dat alles weer goed gekomen is. Want ja, aan ruzie heb je gewoon helemaal niks. Koop je helemaal niks op. En ik ben blij dat het weer goed is. En vanavond lekker GTA spelen. Ik heb echt een hele leuke kerst gehad. Dus ik ben lekker weg geweest. En mijn zus en mijn zwager hebben me een beetje heel Vlissingen laten zien met de auto. Was hartstikke leuk. Nog langs het standbeeld van Michiel de Ruiter geweest. En ja, Vlissingen is echt een hele leuke stad om een keer naartoe te gaan. Raad ik ook zeker aan om dat een keer te doen. Je hebt echt hele leuke plekken in Vlissingen. Je hebt ook een haven, heel veel mooie boten. Echt van die oude gebouwtjes. Echt een hartstikke leuke stad. Zeker echt de moeite waard om een keer een kijkje te nemen in Vlissingen. Nou, ik ga alles even in de gereedheid brengen voor de livestream. En dan ga ik aan de slag.
Ik denk dat ik deze nog niet ga uploaden. Ik denk dat ik dat dadelijk wel even doe of na de huis. Dus ik weet het nog niet. Nee, ik denk dat ik hem toch maar af ga sluiten bij deze. Want ik heb niet veel tijd. Ik wil jullie nog lekker een paar uurtjes gaan verwennen met GTA 5. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed. Dit was in ieder geval mijn eerste kerstdag. Ik heb heerlijk gegeten, lekker gegourmet. En toen ik thuis kwam, had ik gewoon weer honger. Dus heb ik nog even twee broodjes hotdog naar binnen zitten werken. Lekker hoor, lekker. En ik heb nog lekker bier voor vanavond. Ik heb rum in huis. Dus ik kom vanavond de avond wel door. Ik hoop dat er nog meer mensen zijn die vanavond niks te doen hebben. Anders zit ik maar alleen te GTA'en. Maar ik ga eerst kijken of dat ik daar mensen voor kan vinden. En dan. Ja, het lijkt me wel leuk om lekker een paar heisten te gaan spelen. Ik hoop eigenlijk dat ik ze alle drie kan doen. Dan ben ik er gelijk klaar mee. En dan kan ik gaan sparen voor de tankwagen die ik zo graag wil hebben. Dus een nieuwe tankwagen is het. Die is in de laatste update erbij gekomen. En die wil ik graag gaan kopen. Nou, verder zit ik nog steeds lekker met Quincy weer op de chat. Kevin is erbij. En het is hartstikke gezellig. Gisteren heb ik ook nog even zitten skypen met Quincy. Was hartstikke gezellig. En ik wil ook wel weer lekker gaan skypen. Dat vind ik ook wel hartstikke leuk om te doen. Nou, dit was even deze vlog. Ja, het zijn even twee korte vlogjes. Ik hoop dat morgen ik meer filmmateriaal heb voor jullie. Maar ik wou in ieder geval even zeggen hoe mijn eerste kerstdag vandaag verlopen is. Nou, hartstikke leuk dus. En plaats even hoe jouw eerste kerstdag is. Vertel wat je gedaan hebt. Ben je lekker met familie op stap geweest? Ben je bij familie op visite geweest? Heb je een leuke kerstdiner gehad? Vertel wat jij deze eerste kerstdag gedaan hebt. Lijkt me hartstikke leuk. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, doe dat duimpje omhoog. Druk even op het knopje abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En tot zo bij de GTA livestream. Die ga ik over enkele ogenblikken starten. En dan spreek ik jullie. De groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.